Dat was de nummer 2 van het NK Meeuwenschreeuwen. Geweldige finalisten, gezellige drukte in het dorpshuis Koten, veel media-aandacht. Het eerste nationaal kampioenschap Meeuwenschreeuwen was een groot succes. Dames en heren, en welkom hier in Koten bij het NK Meeuwenschreeuw. Mensen hebben geoefend, mensen hebben zich echt ingeleefd in een meeuw. Ik vond het ook wel een verrassing dat er dus echt de deelnemers erover nagedacht hadden hoe ze zo'n presentatie konden neerzetten. Toen ik een 1 april grap bedacht, nog niet bedacht, zeg maar. Dus superleuk. Ik ben Jade en ik kom een meeuw nadoen. We gaan letten op de outfit, we hopen op een meeuwpak. We gaan kijken naar de performance natuurlijk, naar het geluid wat ze maken en wat had ik nog meer, dat kan ik niet lezen. Het inlevingsvermogen. Dus, staat er een mail of niet? Nou ja, ik kan dus zeg maar één ding in mijn leven en dat is een mail nadoen. Dus ik dacht, dat ga ik doen voor het NK. En zo klinkt hij, de eerste Nederlands kampioen meeuwenschreeuwen. De winnaar van de Gouden Mail 2018. Maar het gaat natuurlijk om de imitatie. En dan wil ik het niet heel spannend houden. Dan win jij. Sorry, ik ben je naam heel even kwijt. Gefeliciteerd. Dames en heren, mag ik even nog even een groot applaus voor de winnaar van een NK Meeuwenschreeuwen. Mag ik een applaus voor Jade! Ja, ik doe dit eigenlijk altijd op feestjes. En dus iedereen zei tegen mij van, geef je op, want jij kan dit. Dus toen gaf ik me op. Ik zie het wel echt als een gift hoor. Ja, het is wel echt, toen ik geboren werd was het eerste geluid wat ik maakte. En dit is gewoon meant to be. Nee, ik vond het eigenlijk wel heel grappig dat dit georganiseerd werd. Dus toen dacht ik meteen, oké, ik ga er gewoon voor. Wij dan dansen bij ons samen blij, alsof we zweven door de lucht. Een dromendans. Ja, het is natuurlijk heel veel oefenen, heel veel thee met honing drinken om de stem oké te houden. Maar ik werd vanmiddag gebeld door de radio en toen vroegen ze me ook al om het te doen. Dus het was nog even spannend of het wel ging lukken vanavond, maar het is goed gekomen. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld als je kan. Ik vind hem heel mooi, ik ben er heel blij mee en gratis drank is ook heel leuk. Het NK Meeuwenschreeuwen wordt mede mogelijk gemaakt door Food & Mood, The Pleasure Factory, EVC Multimedia en het Dorpshuis Koten.